Op vrijdag 2 maart organiseerde het team combinatiefunctionarissen van de gemeente Zuidwest-Friesland in samenwerking met Tim Paan Welzijn en het Sios in Heerenveen een survival run voor jongeren van 12 tot 20 jaar. Bij een survival run is het doel dat je met je team een parcours aflegt waarbij je allemaal hindernissen moet overwinnen. Samenwerken is hierbij cruciaal. De teams bestonden uit minimaal 4 en maximaal 8 personen. Wij proberen voor de jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 20 jaar, proberen wij ook te stimuleren om te gaan bewegen. En dit is een activiteit, dat is lekker banjeren door de modder en dat vinden de meesten vinden dat geweldig om te doen. Brancard lopen, het is van alles en nog wat. Apenhang, oversloten, doorsloten is niet de bedoeling, maar het kan zo voorkomen dat je er wel invalt. Dus ze hebben de oude kleren allemaal aan, gelukkig. Het originele plan komt van ons, van de gemeente Zuidwest-Friesland. En we doen het in samenwerking met Tim Paan Welzijn en het Sios in Heerenveen. Kijk, wij hebben geen verstand van knopen maken. Maar de mensen die buitensport studeren, die weten dat weer wel. En de mensen van het Tim Paan Welzijn, die hebben weer contact met de jongeren. Dus we dachten dat we zo'n mooi team hadden. We hadden voorgesteld om een bus door de gemeente te laten rijden. Dat konden ze aangeven van, we kunnen met eigen vervoer komen of niet. Nou, de meesten zijn wel met eigen vervoer gekomen. Maar er zijn ook groepen die hebben gezegd van, het is voor ons lastig, dus misschien kunnen we opgehaald worden. Dus dat kan. Hey dames, hoe heet jullie team? De knakworsten. En waarom de knakworsten? Nou, dat vinden wij cool of zoiets. En dan hebben we net even de achterkant van je shirt gezien en nou de voorkant. Zeil jij? Ja. En in welke klasse? Flits. En dit doe je puur even om je conditie op peil te houden? Ja. Vinden jullie het wel leuk? Ja. En wat vonden jullie tot nu toe het leukst? Dat je door de banden moest, vind ik tenminste. Ja. Jullie gaan niet voor de snelste, maar wel voor de gezelligste tijd? Ja. Mooi, succes dames. Ja, dank je. Jongens, hier ligt een band. Ja. Die band die moet naar boven. Die moet daar om het gele paaltje heen, zeg maar. Dan ga je naar beneden.
dan gaat hij daar om het gele paaltje en dan leg je hem terug waar hij nu ligt. Okay. En er is één ding, die band mag niet in de sloot. Even daar. Ik heb recht aan die kant. Ja, kinderen die denken dat ze even die band omhoog kunnen trekken en dan weer gauw naar beneden. Maar dat ding is wel heel zwaar, dus je moet hem echt wel met z'n allen aanpakken. En dan denken ze, nou dan rollen we maar. Maar als die gaat rollen, dan gaat hij ook heel hard en dan dendert hij ook naar beneden. En dan moeten ze hem beneden weer stoppen. En dat geeft nog wel eens problemen. Hey, I heard you are a wild one. Maar de banden hier zijn nog niet nat geworden. Nee, de banden zijn gelukkig hier nog niet nat geworden. Want als ze straks in de sloot gaan, dan moeten ze hem wel zelf uithalen. Want ik ga het niet voor ze doen. Nou ja, als je een opkomst hebt van meer dan 200 deelnemers, dat is, voor ons is dat dan zeker voor herhaling vatbaar. Het is echt een succes, kun je het wel noemen.